Echt overal zie ik echt alleen maar mensen die slapen. Mensen die berichten aan het delen zijn die een jaar geleden al werden gedeeld. Maar ook gewoon mensen die. Ja, ik weet niet hoe ze dan naar Jeanette Ossebaard gekeken hebben en of. Met de informatie die ze mee zijn gegaan. Maar mensen zijn nou met black box. Die laat dan helemaal de interviews zien die eerder voorbij gekomen zijn van de agenten die naar buiten zijn gekomen, maar niet in beeld willen. En als je zo hoort praten, is het bijna of je een wappie hoort praten. Alles wat er gezegd wordt, dat zijn geen teksten voor in een rechtszaak. Dat zijn gewoon teksten voor wappies. Gewoon beelden die daarbij gebruikt werden in die laatste aflevering van die man die gebeten wordt door een hond. Mensen die honden trainen hebben gewoon al kunnen zeggen dat het nep is. Dat hij precies weet wat hij doet. Hij pakt die hond bij zijn oren. We hebben gewoon echt te maken met crisisacteurs. Als je niet weet wat dat is, crisis actors, druk dat een keer op YouTube in. Dan kom je er gewoon achter dat er mensen zijn. We hebben ook die oude man gehad. Het kale hoofd die een wond op zijn hoofd had. Dat is gewoon een crisisacteur, want die liep het jaar daarvoor. Heeft hij ook een wond opgelopen. Ik weet niet precies meer hoe dat zat. Ja, als jij gewoon erom vraagt, weet dat het kan gebeuren. En daarna gebeurt zoiets. Ja, die beelden worden gebruikt en dan gevoice-coverd voor privacy redenen. Maar echt, luister naar de teksten die gebruikt, gezegd worden. Ja, dat zijn teksten voor wappies. Volgens mij wordt zelfs in een van die verklaringen het woord wappie gebruikt. Iedereen die moet echt gewoon uit dat emotieveld vandaan komen. Want je zintuigen, die worden nu geprikkeld. En dan kan je denken dat je de tv hebt weggegooid. Als je op internet met al die dingen bezig bent, dan komt het gewoon tot jou. En als jij niet sterk genoeg bent om je, wanneer je iets voelt, daarover na te denken, maar het meteen aan het bla 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 in de buitenwereld aan het gooien ben. Als jij met iets zit, en dan echt gewoon voor alles, elke emotie, of je nou boos bent, verdrietig, gemis of bang. Als jij meteen dat allemaal maar van je af moet gooien, je eigen bubbel in. En of je dat nou pratend doet of typend. Je bent het gewoon in je eigen wereld bent aan het gooien. Daardoor ben je dat gewoon aan het manifesteren. Hoe verder, hoe meer jij met je emotionele lichaam bezig bent. Denk dat je met het voelen van je hart bezig bent. Maar al heb geantwoord voordat je het in je hart verwerkt hebt. Dan ben je gewoon met je keelchakra. Ben je gewoon al jouw onderbuikgevoelens. Ben je de buitenwereld aan het ingooien. En daarmee ben je ook gewoon die dingen aan het creëren en jezelf steeds zwakker aan het maken. Als jij iets voelt en je kan dat vasthouden, je kan daarover nadenken en het gevoel bij je hart brengen. Als je dan gaat praten, dan ben je niet zo emotioneel wrak die bezig is. Echt van die mensen die denken dat ze heel stoer zijn, maar op Facebook aan het huilen zijn om alles. Mensen die willen ook gewoon niet wakker worden. We luisteren gewoon naar dingen, mooie filmpjes van bijvoorbeeld een DMX, waar die voor stond. En dan zie je gewoon wat voor tijd wij leven. En dat je echt met al die emoties die je aan het uiten bent overal, niet gewoon over je gevoelens kan praten. En gewoon bijna aan het huilen bent op Facebook. Zo kan je overal wel druk om maken en bezig mee zijn.
Maar gewoon. Als jij je eigen frequentie niet begrijpt en het idee hebt dat je je lage frequenties op Facebook moet delen omdat je een knuffel nodig hebt of gehoord wil worden, dat vind ik ook. Steeds meer mensen gaan bij hun gevoelens komen, het begrijpen en dus echt bij hun verstand komen. En die hebben dan geen zin meer om elke keer jou te moeten troosten terwijl je gewoon een bitch bent. Nou echt, mensen moeten wakker worden, groeien in bewustzijn. En dat doe je echt door te gaan nadenken over wat je voelt. Zodra je begrijpt wat je voelt, je gaat zo anders waarnemen en echt manifesteren als je weet en beseft hebt.